Oké, dankjewel. Geef een applaus voor Zen. Jawel. Zo. Het wordt later. Het wordt steeds drukker hier zo. Voordat ik begin, ga ik iets doen. Zijn ze hier absoluut niet gewend. Jullie hebben gezien dat artiesten hier zo een herdenking krijgen, toch? Wie zou deze herdenking ook willen hebben? Wie? Niet veel vingers, hè? Ik vraag het nog een keer, hoor. Tjonge, joh. Wie zou deze ook willen hebben? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Laten we zeggen 10. 10 mensen. Ja, ik heb maar eentje. Nou, weet je wat? Ik ga het anders doen. Ik ga het anders doen. Hoe zal ik hem nou weggeven? Hoe zal ik dat nou doen? Verloten? Ik ga hem gewoon verkopen. We beginnen met 10 cent. Nee, gekkigheid. Jongens, zo direct ga ik een nummer zingen. Nee, ik begin met het nummer van Marco Borsato. Dromen zijn bedrog. En ik verwacht dat die vloer hier zo helemaal vol staat. Op het moment dat ik vind dat degene die het leukste dansen, geef ik hem maar weg. Ben ik heel simpel in. Vind ik een goed idee, hè? Ja? Dus ik zou zeggen, ga de dansvloer op. Als je hem wil hebben, zal je ervoor moeten dansen. Ik zou zeggen, maestro. Kom. En die mensen, laat die handen zien. Come on. Laat die handen zien, come on. En dan gaan we klappen. Komt ie. Steeds als ik je zie lopen, dan gaat de hemel een klein beetje open. Sterren laat ze verbleken met je ogen die altijd slaan. Jij kan me zo laten schijnen wat je lacht. En ook even verdwijnen en als je lacht, lacht heel de wereld. Als je even niet hier bent, blijf je met slaap daarbij. En als zon weer gaat schijnen, dan kan de pil. Dat ik heb niet verdwijnen als je zou gaan. Neem je mijn dromen mee.
gezicht. Je bent een droom die naast me ligt. Je kijkt me aan en ik jaag. Eén keer in de zoveel tijd voor mijn dromen. Dankjewel! En mijn besluit is gevallen. Jonge dame, hallo, kom jij eens hier? Kom jij eens hier? Ik vond jou zo geweldig dansen. Geef het een applaus, jawel! Zo. Gaan we eens even. Oh, okay.